Het is eindelijk zover. Na maanden wachten hebben we vandaag getekend en de sleutel gekregen van het nieuwe huis. En let op, want we gaan van dit uitzicht. Dit is mijn uitzicht hier. Naar dit uitzicht. En hier ben jij nu al dol op, hè? Ja. Wat hebben we gekocht, Flip? Een boerderij. Ja, een droomboerderij. Oh, echt heel vet. Je moet eigenlijk even laten zien waar we nu zitten en waar we zo direct zitten. Overal een zootje. Want we zijn echt letterlijk uit onze voegen gegroeid. Ik denk dat we serieus al 44 huizen van binnen hebben gezien. Ja, we kwamen hier binnen en toen was het echt boom. Ja. Dit is de huiskamer. Moet je nou kijken, wat prachtig. Veel te duur, hadden we eigenlijk geen geld voor. Dit is hem. Ja. Water en brood. Maar de komende tijd zien jullie ons dus beuken, werken, slopen, alles tegelijk. En iedereen die ik spreek en ik zeg ik ga verbouwen zegt, oh nee, wat erg voor je. Wij zien er tot nu toe best wel zondig in. Toch, schat? Felina, gaan we wonen in een grote woonboerderij? Ja! Let's go. Ga naar thuis. Hey guys, we zijn voor het eerst bij het nieuwe huis. Ja! Oh, wat vind je ervan, hè? Gaaf. Ja? Ja. Een tour, de eerste keer de sleutel in het slot. Vandaag is het moment dat we de sleutel in het slot gaan doen. Toch, mama? Tadadada! Wow! Kom je hier binnen, de bijkeuken. Dit is de gewone keuken. Wat heb jij nou? Vanavond even shit. En dit is waar wij ooit verliefd op zijn geworden. Dit is de huiskamer. Moet je nou kijken, wat prachtig. Ah, het allemaal werkt allemaal nog niet helemaal. Kijk, en dit wordt mijn werkkeuken. Dus de studio waar ik programma's op ga nemen. Ik zie het wel voor me hoor. Zo uitkijkend op het weiland en dan lekker een beetje koken. En dit was ooit het echte huis. Mooie oude deur. En dit, tot nu toe, de enige zee. Kamer van mijn dochter. Dit wordt de kamer van mijn zoon. Ik wil niet de sfeer verpesten, maar dit is het crematorium. En dit gaan we er helemaal uithalen. En dit is de zolder en daar is nog helemaal niks. Oh ja, hier willen we een bad hebben. Ik weet ook niet of de vloer dat houdt. Nou, als het af is, jongen, ga ik toch lekker slapen. Wij hebben al stiekem eerder een keer hier voor het eerst een flesje gepopt. Omdat de kids natuurlijk ook af en toe bij hun vader zijn en net iets eerder de sleutel hadden. Dus voor hen is het de eerste keer. Het is een oude kaasboerderij, dus hier staat ook een oude kaasmaker in. Wie gaat mij naar buiten? En dit is de oude koeienstal. Kijk, zit ook nog allemaal stront op de muur volgens mij. En dit is natuurlijk een te gekke ruimte. Alleen, het is best wel jammer, want het dak is van asbest. Dus dat moet er ooit af. Nou ja, zoals je begrijpt hebben we daar voorlopig niet geld voor. Want dat zit allemaal in het huis. Kijk, we hebben de uitgang gevonden. Snel koken. Naar school gebracht. Ik ben zo moe, jongens. En ik ga vandaag de hele dag opnemen voor 24 Kitchen. Dat is super leuk. Ik vind dat wel het allerleukste om te doen van de wereld. Namelijk koken op tv. Het is Michiel. Michiel is echt dol op de camera. Jij kookt met kleuren en jij kookt met camerabeelden. Dit is Roberto. Roberto steelt karretjes van het vliegveld. Die is van de action. Ja. Je bent toch gestopt bij MLIA. Dit is wat we hebben gemaakt. En hier is dus een hele keuken achter de schermen waar geprept wordt. Kijk, dit is het geworden. Pasta salade. Wat vind je ervan, Daniel? Ik kan dat scherm. Goedemorgen. Vandaag gaan we eindelijk beginnen met de verbouwing. Ik heb super slecht slapen. En ik denk dat dat komt doordat ik het gewoon heel spannend vind, eerlijk gezegd. Ik heb een soort
joggingpak outfit aangetrokken. Ik ga ook meeslopen. Op naar het huis. Ik ga even wat postbessen erin gooien met wat yoghurt. Let's get started. Dus ik wil echt een beetje een grauwe verbouwing vertellen. Robert, goedemorgen. Waar gaan we mee beginnen vandaag? Lopen. Verbouwvoedsel, een stroopwafel. De bak is er. De container. Oh jeetje, kijk dat nou. Zijn er twee? Ik vind het zo leuk dat we eindelijk begonnen zijn. Het is ook heel spannend nog steeds. Zijn we aan het slopen? Jezus! Wat mag ik kapot slaan? Lekker hoor. Zijn, nou, het eerste slopen. Ik ben gesloopt. Ik ben ook echt gesloopt. Maar goed, dit was onze allereerste vlog. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En je ziet ons volgende week. Ik ben er dol op. Hatsa.